Hey, nu je toch aan het kijken bent, abonneer even en like de video. Bro, wist niet dat je op school excursie was? Ja, mijn school is net uit. What the fuck, gewoon, ik kom op zo'n moment. Als die hele groep middelbare schoolkinderen gewoon uit de trein. En ik eerst dacht, nee. Ah, er zijn hier overal koters. Dit is echt allemaal koters. Nee. Zouden ze allemaal net letten als een pika, je? Waarschijnlijk. Ah. Ik zat dus op die ijzeren trap. En die kinderen gingen allemaal zitten stampen. Waardoor het echt ziek hard werd. En alles begon te trillen. Omdat het heel veel geluid maakte. Begonnen ze heel erg te stampen en shit. En ik was echt van, geluid is grappig. Wat ook grappig is. Grappig is dat het hier koulo druk is. Het is hier fucking druk. Ik sta midden op de weg! Nee! Waarom ga je ook midden op de weg staan? In het verkeer moet je geen voorrang geven, je moet het nemen. Ja, dat is je moeder. Vlog. Welkom bij de vlog, yo, welkom bij Puxember. Jezus, die boer ruikt je. Echt zo. Oh, kut. Hey, maar Puk, waar zijn we nu? We zijn nu in Heemskerk. 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 Ga nou rijden, je hebt voorrang. Hey! Dit was de vlog alweer. Doei. Hey, Okke, wist je nog die ene keer dat je vierde werd? Deze had van mij moeten zijn, gast. Dit was mijn award. Hij voelt wel lekker. Hij voelt wel goed. Die past in jouw kont? Dat weet ik niet. Dat kunnen we uittesten. Welkom bij Factor Cat. Moet je kijken, deze draak is gesigneerd door Pintje. Echt? Kijk, op de staart. Je staat op de muur. Ergens, ik weet niet waar. Maar je staat vast al ergens op de muur. Dit ben Kijk. Ik. Dat is hij. Je hebt de muur van Puk Live gehaald. Dit is foute boel. Dit betekent dat ik dus bevriend moet zijn met Puk. En daar heb ik dus echt geen zin in. Dat snap ik. Wat fijn trouwens, zeg maar, ik hoef niks te blurren nu in deze video. Ik vorige keer met Ryan moest ik de hele tijd blurren. Ja, maar tenzij ik natuurlijk gewoon mijn pik. Wat gaan we doen, Puk? Naar de IKEA! Waarom gaan we naar de IKEA, Puk? Omdat ik zin heb in Zweedse ballen. Ik heb ook zin in Zweedse ballen. Ik zit hier vandaag met Okke. Ik ben Okke. Ik heb namelijk een pik van 3 centimeter. En mijn nichtje is vanmiddag 20 geworden. En nu ga je dit omdraaien. Dit is een auto. Op een auto. Volledig kenteken. Ja, oké, hoor. Als deze auto van jou is, je bent nu volledig geëxposed dat je de auto van je vrouw in de prak hebt gereden. Wow, de auto van je vrouw! Is het auto of auto? Auto. Is het 7 of 7? Zas. Ik hoor kinderen schreeuwen. Waar zijn ze? Ik wil ze allemaal doodmaken! We gaan voor gaan! Op sommige momenten ben ik er best wel van overtuigd dat ook een soort Gargamel is of zo. Ik haat smurf. Ik haat kinderen. Ik heb echt wel best wel een hekel aan kinderen. Dat is wel een ding, zeg maar. Maar dat komt ook gewoon als kinderen vallen of pijn hebben. Als kinderen. Als kind. Hey, kijk, we zijn er bijna. Als je nog kijkt, joh. Wow. IKEA. Ja, in Heemskerk. In Heemskerk. Ja. Yeah. Hallo Okke, geef ons even een tour. Jongens, vandaag zijn we bij de IKEA. Dan moet er nu zo'n droneshot komen, weet je wel. Kan je even dat droneshot van jachtseizoen van Giel doen? En een drone. En een drone. Kuk, kuk. Hey, daar is de Euromast. Wow, dat is de Euromast. In Heemskerk gewoon, hè. Nou, we gaan kijken hoe lang het gaat duren voordat de IKEA ons gesnapt heeft met een camera. Mag ik nog filmen de IKEA? Nee, daar zijn ze echt heel streng op. Dan gaan we ons best doen. Yeah! Winter heeft echt altijd hele mooie spreuken hangen hier. Maar in IKEA heb je ook hele mooie spreuken. Dat vind ik in ieder geval wel. Krusten, Rina, kaas, maar even etter. Even met die. Kan ik dit afhalen? Ik weet het niet, volgens mij niet. Maar hoe hebben ze dit gedaan dan? Weet ik niet, maar ik weet wel. Dat. De tagen, die is niet te temmen volgens mij. Godverdomme. Laat hem debben, laat hem debben, laat hem debben. Dab. Hij dabt, hij zit in 2016. Oh, oké. Okay. Ik heb eindelijk mijn broers en zussen gevonden. Vlees. Vlees. En als je het goed voelt, zijn ze nog nat ook. We hebben een nieuw dieptepunt bereikt. It's beginning to look a lot like... ...komt. Nee, dat lijkt op de tuin van Jan de Hoop. Yo, shout-out naar Jan de Hoop. Ik hoor net van Koen, die toch een liefhebber is van koek. Dat dit nou net de enige koek is die hij niet lekker vindt. Voor Koen. Ik ga de koffie op Koen gieten. Wanneer upload hij weer een nieuwe Jan de Hoop? Ik wil een nieuwe Jan de Hoop vlog. Yo, Jan de Hoop, als je dit ziet, upload meer vlogs, want ik wil het zien. Druk hier. Als jij woordschappen gaat verzinnen, ga ik een boek lezen. Wacht, wat staat erin? Leflik, heb ik gezien. Yes, oké. Elevatuur, pinot, noren. Wat kan je goed met Frans? Het begint te vliegen. Oh shit. Je goed Frans. Dit is een laptop die ze in films gebruiken voor hacken. Jammer echt hoor. Waar je op hackt. Oh, what the fuck kijk nou. Hier. What the fuck? Hallo, we zijn in een nieuwe kamer. Monkey. Monkey. Kan je even één keer zeggen waar we zijn? We zijn in Heemskerk. Oh ja, trouwens, hier is ook een bed. Dit is het bed van Spacing Unicorn. Als je hier verder kijkt, dit is de setup van Bintje. Hij kan hier perfect aanzetten. Yeah. Dit is echt de pesta. Doe het, doe het, doe het, doe het.
is echt een heel matig bed. Dat is echt een matig. Wow, dit ziet eruit als een heel happy gezin. Weet jij hoe dat is om dat te hebben? Nee. Kijk, de keuken van Binten. Ook gewoon, Binten is helemaal niet zo heel klein. Jawel, hij is klein wel. Dit is wel op foto's, man. Ik ga even scheiden, denk ik. Het is dan weer jammer, hè? Voor mij is Bint hiervoor geweest, maar hij zit vast. I'm stuck. Nu gaan we weer... Wij zijn volwassen mannen. Volwassen zijn. Kom, we gaan volwassen op de volgende plek. Ja. Woesh. Hallo, we zitten in een badkamer. Ik ga even douchen. Oké, doei. Deze is weer dicht. Oh, je kan er echt op schijten. Nee, er zit een glazen plaat. Ik zou er niet gaan schijten. Een les? Gaat bijna fout dit allemaal, maar je ziet het allemaal in de volgende video, yeah. Huh? Ja, je hebt die area nog niet unlocked. Pompuk, ga samen douchen. Oh, hey, oh, dat slaat. Kom erbij. POV, je doucht met Okke en Puk. Hi. Wanneer wordt er een fanfiction over ons gemaakt? Ja, ik wil een fanfiction. Ik wil ook een fanfiction. Welkom bij de book review. Het eten is klaar. Het eerste recept wat ik hier uitpak, ga ik vanavond eten. Zalm tandoori met venkel raita. Lekker! Daar heb ik echt zin in. Welkom bij Koken met Puk. Wat ga je vandaag maken? Ah! Oh, als je hem weer open doet. Ik ga nu een make-up storytime TikTok video opnemen. Oké, we zijn beland in de typische 14-jarige TikTok kamer. Met een kartonnen rietje zelfs. Met een kartonnen rietje. Save the Turtles. De fuck schildpadden, gast. Ja, maar dat komt omdat ze zo woke zijn. Met de Linda meiden en de glamour. Alleen echte vrouwen die lezen natuurlijk de glamour. Kijk toch best onhandig, zou ik zeggen. Dit is niet heel handig, nee. En met zo'n ringlight, dan hoor je er echt bij. Dan ben je een echte TikToker. Geef onze rondleiding. Holy shit, dit lijkt... Is dit een... Dit lijkt eerder op een tv dan een afzuigkap. Ja, ik dacht ook meer een tv, maar ik moet niet. Waarom kan dit ding aan? Dat weet ik niet. Hij kan echt aan. Je bent echt net een soort holbewoner die voor het eerst vuur ziet. Wat kun je nog meer mee doen? Want je kan wel heel... Dit zijn vijf dingen die je kan doen, maar... Dit zijn vijf dingen die je kan doen met een afzuiger. Hey, yeah! Wat hebben we gehaald? Ik heb een hot dog. Die grap maakte me net ook al. Kijk, en ik ben er uit. Saus. We hebben ook ballen. Ballen. De Zweedse ballen waar we zo zijn gekomen. Wacht, ik wil een review gaan doen. Nou, steek die worst in je mond, Puk. Lekker. Mijn beurt. Smaak naar worst. Gaan we nu over naar de balletjes. Ik ga een bal beten. Ja. Nice. Ja. Lekker. Stop een bal in je mond, gast. Kan niet. Kun je nu ook Zweeds? Lekker, ik heb een kie. Waarom zou je dat zeggen? What the fuck, gast? Dat is echt heel raar. Sorry. Hoop, nog meer ballen. Bal? Veel. Je neemt een bal aan van Puk. Wow. Oh, er zit een koude over vogels. Bij de Euromast. Oh, wacht, dit vind ik leuk. Puk, we gaan naar de Mac. Ah, mijn ramen zijn beslagen. Dat is het lekkere van Albert Haan. Kontjes. Oeh, we gaan bestellen. Goedendag, Wendels. Mag u zijn alsjeblieft? Zou ik graag een McChicken menu mogen? En zou ik een chili chicken mogen? Ja. Yeah. Met cola? Ja. Yeah. En nog een chili chicken? Ja. Yeah. En frietsaus? Ja. Yeah. En nog een chili chicken? En doe maar een Big Mac menu trouwens, medium. Ja. Yeah. En nog een chili chicken? En dat is hem. Ja. Wel een gekke bestelling, Puk. Echt superveel menus en chili chickens en zo. Dat is echt heel raar. Oké. Okay. Puk gaat nu betalen. Puk heeft heel veel geld. Welkom bij deze nieuwe video. Deze video stopt als Okke een hapje neemt van een patatje. Deze video gaat nu 10 uur lang duren. Ik ga de koffie op. Gieten.